Hallo. Hallo YouTube. Welkom bij de nieuwe video van Dagelijks Sander. En we zitten weer in de grot. Even voor de duidelijkheid, Diablo Ripper, ja. Sniper, dit. En in deze video gaan we vertellen de uitslag van de foto's. Versie. Ja. Nogmaals, dat spel heb ik zelf bedacht. Ik zou niet weten wie het nog zelf bedacht heeft. In ieder geval, hier is de uitslag. We gaan weer al foto's laten zien. En we gaan er ook nog een beetje wat dingen bij zeggen. We hebben hier foto 1. Ja, dit is Sam van iCarly. Dat is van Nickelodeon. En die komt uit Amerika volgens mij. Ze komt uit Amerika, ja. En dat is dus geen Nederlander, dus die is het niet. Nee. En hier is 18. En volgens mij bij die andere is zij... Bij de oude versies van iCarly is 16. Ja. Hier heb je foto 2. Dit is Kate. Dat is de vriendin van Ben Saunders, de winnaar van The Voice of Holland. 2011, denk ik. 10. 10 volgens mij. Nou ja, de eerste. Eerste Voice of Holland. Je weet wel, die vent met al die tattoos. Ja. Maar dat is de nieuwe vriendin. Zij werkt bij Telekids. Die zit bij RTL... Weet ik veel. Welk getal? Hier hebben we foto nummer 3. En even goed kijken. Dan kunnen jullie het zien. Want zij is Tori Vega. Ja. Die is ook, of nee, die is van het Victorious. En dat draait ook op Nickelodeon. De meeste foto's die ik gekozen heb, die komen allemaal van Nickelodeon af. Want ik kijk het wel eens. Niet vaak, maar ik kijk het wel eens. En dan kijk ik vooral meestal naar die, ja, naar Victorious, iCarly, Big Time Rush of zo. Ja. En dan vind ik meestal wel mooie chicks tussen staan. Hier hebben we foto nummer 4. With the big watermelons. Ja, en ja, deze komt uit Amerika of dik voor waar ergens. Wij weten haar naam niet. Ik heb haar gewoon op YouTube gezien. Of nee, niet op YouTube, op Google, sorry. En ik dacht van, wow, die moet erin sowieso. Leuke kop, mooi lichaam, mooie ogen. Hier hebben we foto nummer 5, sorry. Nummertje 5. Ja, hier heb ik proberen het ritje omlaag te doen, maar dat werkte niet bij deze iPad. Nee, jammer. Misschien moeten we een nieuwe iPad kopen daarvoor. Ja, dat koop jij. Ja, is goed. Is goed. Interactieve iPad, kan je alles doen wat je wilt. In ieder geval, deze is van die Big Time Rush. Zij heet Camille. Ja. Ik kan het ook zeggen als Camille. Nummer 6. En hier moet je goed opletten. Ik weet haar naam even niet. Dat weet ik heel eventjes niet. Maar dat is een Nederlander van het programma. Heeft een aantal keer jury geweest van... Zij is van X Factor geweest. Ze is van... Idols, denk ik. Ja, volgens mij wel. En zij is ook van... So You Think You Can Dance. Ja. Maar wat je hier aan kon zien als hint... Is het ijsje. Ja. Het ijsje is een waterijsje. Of een raketijsje. Een raketje. En die zijn alleen maar in Nederland. Ja. Daar valt niks over te zeggen. Ja. Dit is zo... Te veel? Nee. Hier is nummer 7. En die is ook van Big Time Rush. Zij heet Joe in die serie. Ja. En ze is ook best redelijk mooi. Alleen deze foto vind ik iets minder. Als je normaal die serie kijkt, dan ziet ze er een stuk leuker uit. En hier hebben we last but not least. Hier is Sander bijna onderuit gegaan. Hier is nummer 8. Sam. Sam. Dries Roevink. Nee. Gaat het nog? ja, het gaat. Zij dat is... Dat is een nachtmerrie. Nachtmerrie van haar? Kom op. Nee, van Dries Roevink. Oké. Okay. In ieder geval, zij is Kev van Victorious ook. Je weet wel, dat is die roodharige gekke meisje. Maar aan die foto, ze kan zo'n modellenbureau beginnen. Briljant.
prachtig lichaam. Alleen jammer van die hoed. Ja, en jammer van de boom. Nee, die hoed. Boom vind ik niet zo erg, maar die hoed. Ja. Die verbergt een hoop. Maar ja, dit zie je dan nog wel. Dit is dit. Dan kun je hem dan nog wel zien. Net het stukje van de kont. Ja, dat is ook alles gezien. Je bent terug aan het fantaseren. Maar ja, sorry. Ik ben gewoon net zoals jij. Als ik het zie, dan ben ik even in een andere wereld. Ja. Ik doe hem maar gauw dicht. Ja. De cijfers waren dus 2 en 6. Ja. Dus als je het goed hebt, dan neem ik contact. Of we zoeken de mensen uit die het goed hebben. En dan zoek ik één winnaar uit. En die neem ik contact op met YouTube. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Want wij hebben nog niet aangegeven wie de winnaar is. Nee. Maar die staat daaronder. Ja, onder in het beeld. Goed ergens. Gedaan, gefeliciteerd. En, goed gedaan, Paul. Ja. Je bent een echte man. De eerste winnaar van Dagelijks Sander. En je bent een echte man, want ja. Daar mag je trots op zijn. Daar mag je echt heel erg trots op zijn. Ja, de eerste winnaar van een groot, een begin groot worden. Dus ja. Dus ik neem contact op je met YouTube. Geef me je Skype naam. Ja. Ik ga je bellen in een video. En dan wil ik horen wat je ervan vond en je reactie. Wie weet ben ik er dan niet, maar ik zou proberen om er wel te zijn. Ja. Maar als ik er niet ben, dan is dat jammer, maar Sander kan alles sowieso wel overnemen. In ieder geval ga ik wel weer proberen mijn best te doen voor een nieuw spel. Wat ik nog ga doen, dat weet ik nog niet. Nee. Maar ja, ik ben benieuwd. Wel was het. Eigenlijk niks meer te zeggen. Dus doe alsjeblieft de duimpjes omhoog. Voor een volgende. We gaan sowieso blijven doorgaan met games. Ja. Met Amnesia en de Happy Wheels, Cleverbot misschien. Cleverbot, ja, hebben we één keer gedaan. En jij deed Minecraft. Ja, doe ik niet echt veel, maar dat komt misschien nog wel. En sowieso altijd nog die game uitleg. Laatst hebben wij ook nog Hitman Absolution gedaan. En de volgende, dat komt nog. Die komt nog. Ja, ja die komt nog. Ja. Want we hadden toen gezegd dat we het geheim houden, maar ook nog steeds geheim. Nou ja, we geven één hint. Begint met een. Het is ook een moordenaar. Ja, het is een moordenaar. En mag je raden wie? En nee, het is geen. Dries Hoef. Ja. Dus, wat wou ik zeggen? Ik weet al wat jij wou zeggen. Oh ja, laat me even weten wat voor andere game review we willen zien. En daar gaan we dan een video van maken. Laat het alsjeblieft horen, want we zitten nou allemaal zelf dingen te verzinnen. Maar wij willen natuurlijk ook weten wat jullie willen weten. Ja. Voor game. Wij gaan echt keihard ons best doen wat wij proberen uit te leggen wat je wil weten over de game. En wij gaan het gewoon doen. Ja, dus gewoon, ik zeg het gewoon doen. Dus gewoon, maar voor deze film alsjeblieft duimpjes omhoog, ja. Reageren. Kus de computer. En deel het met je vrienden op Huis, Facebook en Twitter. Zodat onze kanaal groter wordt en bekender. En de winnaar mag zichzelf ook natuurlijk wat bekender maken. In de. Ja. Nou. Ja, dan. Bel op Rovis.